een leg day doen samen. En we gaan zo meteen beginnen met wat oefeningen. Alle oefeningen die we zo meteen gaan doen. We beginnen met een knee heaving. Een hak naar de bil. De jumping jacks, waarbij we armen en benen spreiden. En de penguins. Dus dan spring je de lucht in, klap je tegen je bovenbenen. Vier hele simpele oefeningen. Die gaan we allemaal 10 keer herhalen. En dat hele rijtje doen we in totaal 3 keer. Oké, we gaan beginnen met het knie heffen. Doe maar met me mee. Gebruik je armen er ook bij. Alles in beweging zetten. 10 seconden. Oké. Gaan we door met de hakken naar de billen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de penguins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, doen we nog 2 rondjes. We beginnen weer met het knieheffen. Doe maar met me mee. Gebruik je armen er ook bij. Alles in beweging zetten. 10 seconden. Oké. Gaan we door met de hakken naar de billen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en de penguins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, doen we nog 1 rondje. We beginnen weer met het knieheffen. Doe maar met me mee. Gebruik je armen er ook bij. Alles in beweging zetten. 10 seconden. Oké. Gaan we door met de hakken naar de billen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en de penguins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, ik hoop dat jullie allemaal goed warm zijn geworden tijdens de warming-up. We gaan nu door met de workout. En we gaan in principe alles van de benen pakken. Binnenkant, buitenkant, bovenkant, achterkant, kuiten. Alles! Oké, we gaan zo meteen beginnen met 10 lunges per been. Die gaan als volgt. Je gaat met je voeten heupbreedte staan en stap je telkens uit. Belangrijk is dat je knie boven je hak komt te staan. Stap je terug, ga je door met andere been. Doe het 10 per been. Na die lunge gaan we over naar een jumping lunge. En dan doen we in totaal 10 stuks. Dus jij hebt je 1, 2, 3, 4, 5, tot de 10. Ja? Dus we hebben eerst heel statisch, eerst langzaam. Dus 10 uitstappen per been. En daarna hebben we 10 hoog tempo. Daarna gaan we naar de volgende 2. Ja? Laten we beginnen met de eerste lunge. Komt ie aan. 1, hou je rug recht. 2. 3, 4, 5, 6,
7. 8. 9. 10. Oké, krijgen we 10 in hoog tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, volgende oefening. We gaan in de sumo staan. Sumo wil zeggen schouderbreedte, tenen naar buiten, hakken naar binnen. Wat we gaan krijgen is dat we 20 lage sumo's hebben. Laag wil zeggen dat we laag blijven, korte herhalingen maken. Hou je rug goed recht tijdens oefening. Dus heen en weer veren, daar doen we er 20 van. Daarna krijgen we 10 hoge sumo's. Bovenin span je je billen goed aan. Dus je gaat omlaag, zo laag mogelijk. Hou je rug recht en omhoog goed je billen aanspannen. 20 laag, heen en weer veren. 10 helemaal omhoog. Oké, komt ie aan. Hakken, schouderbreedte, tenen naar buiten, rug recht. Komt ie aan, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, volgende oefening. Voor de volgende oefening hebben we iets van een verhoging nodig. Daar heb ik een step in gebruik. Voor sommige mensen kunnen een pakje met boeken pakken bijvoorbeeld. Of wat kunnen we nog meer verzinnen. Wees gewoon lekker creatief. Maak van iets een stapel zodat je je achterste been op een verhoging kan plaatsen. Zometeen hebben we de Bulgarian Split Squat. We stappen dan uit met één been. Hetzelfde verhaal als die lunges die we net deden. Rug goed recht. En knie blijft boven je hak. Dus wat we niet willen is dat we helemaal naar voren gaan leunen. We gaan iets met het gewicht naar achter. We doen 10 per been. Dan blijven we statisch werken. Dus je voet die mag op de step blijven of op de verhoging. Belangrijk is dat alle bij je voeten recht naar voren staan. Dus doen we 10 per been. Daarna volgen donkey kickbacks. Plaats je handen onder je schouders. Knieën onder je heupen. Dan trek je je knie in. En dan ga je met je hak zo ver mogelijk de lucht in. Doen we ook weer 10 per been. Dus we doen een superset weer met 2 oefeningen. We beginnen met de Bulgarian Split Squat. Mocht je nou zeggen van ja, allemaal wel leuk, maar kan veel zwaarder. Dan mag je gewoon 2 gewichtjes erbij pakken als je die toevallig thuis hebt liggen. Of bijvoorbeeld een 4-pack met 4 liter fles cola, iets in die richting. Oké, stappen we uit. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissel van been. Andere voet voor. Hou beide voeten recht. Rug goed recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed zo. Oké. Allebei je handen onder je schouders. Maak je rug iets bol. Trek je knie goed in. En dan schop je met je hak helemaal de lucht in. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sluit aan bij je andere been, gaan we door met de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Oké. Goed zo. Volgende. Gaan we door naar de volgende twee oefeningen. We gaan nu de kuiten trainen. En wat jullie dan mogen doen, is dat je één hak naar achter plaatst. Dus we gaan met één been werken. Lukt dat niet, werk je gewoon met twee benen. Dan hou je jezelf net even beter in balans. Zorg ervoor dat je voeten dan niet helemaal aansluiten, maar dat je iets ruimte tussen je benen hebt. Dus heupbreedte is prima. En dan mag je op je tenen komen staan. Voor de mensen die single leg werken, doen we 15 herhalingen. Voor de mensen die met twee benen tegelijk werken, mogen dubbele doen. Ja, dus 30 stuks. Ik ga hem single leg doen. Ja, komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 5 stuks, 12, 13, 14, 15. Wissel van kant, andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aan één sluiten krijgen we 50 penguins. Dus je springt weer de lucht in, klapt tegen je bovenbenen. 50 stuks, komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Nog 20 stuks. Laatste 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Super mensen. Oké, dat hele rijtje aan oefeningen die we net hebben gedaan voor de benen, gaan we nog twee keer herhalen. Yes? Oké. Beginnen we weer met de lunge. Laten we beginnen met de eerste lunge. Komt ie aan. 1. Hou je rug recht. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, krijgen we 10 in hoog tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. 20 laag, heen en weer veren. 10 helemaal omhoog. Oké. Komt ie aan. Hakken, schouderbreedte, tenen naar buiten. Rug recht. Komt ie aan. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, stappen we uit. Komt ie aan. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissel van been. Andere voet voor. Hou beide voeten recht. Rug oprecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed zo. Oké.
Allebei je handen onder je schouders. Maak je rug iets bol. Trek je knie goed in. En dan schop je met je hak helemaal de lucht in. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sluit aan bij je andere been. Gaan we door met de andere kant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oké. Goed zo. Ik ga hem single leg doen. Ja? Komt ie aan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nog 5 stuks. 12. 13. 14. 15. Wissel van kant. Andere kant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Aan één sluiten krijgen we 50 penguins. Dus je springt weer de lucht in, klapt tegen je bovenbenen. 50 stuks, komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Nog 20 stuks. Laatste 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Oké, jongens. En dames, gaan we nog één rondje doen. Dus nog even moed bij elkaar rapen. Het zal vast wel anders zijn als met gewichten. Maar we zijn aan het werk en daar gaat het om. Beweging is erg belangrijk, ook voor onze weerstand. En dat hebben we deze tijd hard nodig. Dus we doen nog één rondje. Laten we beginnen met de eerste lunge. Komt ie aan. 1. Hou je rug recht. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, krijgen we 10 in hoog tempo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. 20 laag, heen en weer veren. 10 helemaal omhoog. Oké. Komt ie aan. Hakken, schouderbreedte, tenen naar buiten, rug recht. Komt ie aan. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Oké, stappen we uit. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissel van been. Andere voet voor. Hou beide voeten recht.
Rug oprecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed zo. Oké. Allebei je handen onder je schouders. Maak je rug iets bol. Trek je knie goed in. En dan schop je met je hak helemaal de lucht in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sluit aan bij je andere been. Gaan we door met de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Goed zo. Ik ga hem single leg doen. Ja? Komt-ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 5 stuks, 12, 13, 14, 15. Wissel van kant, andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aan één sluiten krijgen we 50 penguins. Dus je springt weer de lucht in, klap tegen je bovenbenen. 50 stuks, komt-ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Nog 20 stuks. Laatste 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Nou mensen, volgens mij hebben we nog genoeg energie voor de laatste beenworkout. Daarna gaan we lekker ontspannen, dus raap je moet nog even bij elkaar. Ga nog even knallen. Wanneer je up hoort, ga je omhoog. Wanneer je down hoort, ga je omlaag. Dan mag je schouderbreed gaan staan, tenen een klein stukje uit elkaar. Rug recht, zak je tot 90 graden en als je omhoog komt, span je je billen goed aan. Dus wanneer je zakt, ga je armen naar voren, rug recht. En wanneer je omhoog moet, span je je billen aan. Zet hem op de speakers of doe je koptelefoon omdat je lekker in je eigen space zit. Oké, gaan we aan de slag. 3,5 minuut lang jongens, vergis je niet. Hij is pittig, maar bijt jezelf er doorheen. Okay. Green Sally up, green Sally down. Left on the start, got a tail that's brown. Green Sally up, green Sally down. Left on the start, got a tail that's brown. Down.
Yes. Super toppertjes. Oké. Perfect. Lekker ontspannen. Pak even wat water. Goed drinken tijdens je workout. En dan gaan we alweer naar het laatste gedeelte van deze workout. Namelijk rekken en strekken. Niet geheel onbelangrijk. Kom even tot adem. Oké. Mag je kleermaker zit maken. Laat jezelf helemaal voorover hangen. Armen naar voren, rustig in en uitademen. Bij elke uitademing probeer je iets verder naar de grond te komen. Goed ontspannen. Neus in, mond uit. Rustig omhoog. Voeten gaan naar voren. Hou je benen gestrekt. Dan pak je je tenen vast. Kom je daar niet bij? Helemaal niet erg. Pak je schenen dan vast en trek je tenen naar je toe. Dat je wel die rek voelt op de achterkant van je been. Oké, dan plaats je je rechtervoet tegen de binnenkant van je linkerbeen. Pak je voet weer vast. Als het goed is, gaat deze nu makkelijker. Gaat het alsnog niet? Dan moet er wel wat gebeuren aan je rekken en strekken. Maar hetzelfde verhaal als net. Pak je scheen vast, tenen naar je toe. Oké. Andere kant. Linkervoet tegen je binnenkant van je been, van je rechterbeen. Oké, plaats allebei je voeten nu tegen elkaar. Pak je tenen vast. Je knieën gaan zo ver mogelijk naar de grond toe. En je rug die blijft recht, dus borst goed omhoog. En dan mag je je knieën iets heen en weer veren. Zodat we iets leniger worden in onze heupen. Ga met één voet naar voren staan, één naar achter. En dan mag je met je heup iets naar voren leunen. Dan is de bedoeling niet dat je knieën over je hak heen gaat. Dus je blijft boven je hak. Dus als je iets verder kan, moet je voet iets verder neerzetten. Andere kant. Mogen jullie als laatste nog even komen staan? Voeten heupbreedte. Nu gaan we langzaam naar onze tenen toe. Rustig in- en uitademen. Telkens bij elke uitademing ga je iets verder naar beneden. Zonder dat je benen gaan buigen. Want dat kan iedereen. Hou je benen gestrekt naar je tenen toe. Rustig omhoog. Oké. Heel goed gewerkt vandaag. Wil je deze workout vaker doen? Ga je gang. Lekker in beweging blijven. En ik wens jullie nog heel veel succes de komende dagen. Doei doei!